Yes, het is donderdag 4 uur en dat betekent een nieuwe IGN Masterclass. Vandaag gaan we het hebben over Hearthstone met niemand minder dan Fire Flam. Welkom. Je speelt voor AT. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag over hebben over combo decks en met name Murloc Paladin en Combo Druid. Oké, dus we gaan heel veel Murloc hebben vandaag en natuurlijk de Savage Roar en Force of Nature combo. Yep. Maar voordat we dat doen, even een kleine introductievideo over wie jij bent. Jacco Lin ken je als de Hearthstone-speler Fire Flam. Hij is 19 jaar, komt uit Enschede en speelt voor AT Gaming. Hij speelt pas een jaar, maar dankzij zijn competitieve instelling wist hij al gelijk een Benelux-toernooi op zijn naam te schrijven. Naast Hearthstone speelt Jacco ook op hoog niveau CSGO, kan hij goed overweg met een tafeltennisbedje en is hij verslingerd aan anime. One Piece en Code Geass behoren tot zijn favoriete series. Jacco houdt van aggro en combo decks en is een pro van de IGN Masterclass. En dan moet ik eerlijk bekennen, tijdens het inspreken van die video maakte me wel een beetje zorgen of ik Code Geass wel goed uitsprak. Is dat gelukt? Of? Ja, dat heb je wel erg goed uitgesproken. Ja. Want je bent wel echt van de uitspraak, want ik mag niet Fire Flame zeggen. Het is wel echt Fire Flam. Ja. Echt in het Engels. Ik heb er echt ook 10 minuten op zitten oefenen. Dus alright. Voordat we beginnen echt met de Masterclass wil ik natuurlijk nog even de sponsoren bedanken. Alienware, Livekaart en Honor voor het mede mogelijk maken van deze Masterclass. En ook deze week kan je weer prijzen winnen. En dat zijn of een 50 euro goedkaart voor de Xbox One. Of 50 euro voor de PlayStation. Of 20 euro voor Steam. En wat moet je daarvoor doen? Dan ga je naar IGN.livekaarten.nl. Daar vul je je e-mailadres in en dan hebben we volgende week twee winnaars, inderdaad twee winnaars die daar kans op maken. Dus gewoon je e-mailadres invullen en that's it. En vorige week hebben we gewonnen Ultrak Haze, die heeft 50 euro Xbox goed gewonnen en Raymond die won 50 euro voor de Xbox One. Dus ga erheen, vul je e-mailadres in en maak kans. Alright, het is tijd voor het eerste combo deck. Waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met de Murloc Paladin. We gaan beginnen met de Murloc Paladin. Alright. Nou, vertel. Want je hebt 3 keer een Paladin deck klaarstaan. Ja, ik heb de core van de Murloc Paladin klaarstaan. Mm-hmm. De tech kaarten die de overige plekken in kunnen nemen. En een deck dat de meeste mensen gebruiken. Alright, dus we gaan beginnen van wat is de essentie van dit deck? Hoe kan je dat verder aanvullen? En een voorbeeld van een deck waar we vervolgens mee gaan spelen. Want wat gaan we doen? We gaan even uitleggen hoe dit deck werkt. En dan kan je het opnemen. Eén iemand kan het opnemen tegen dit deck en tegen Fire Flam. Daarvoor moet je in de chat zitten. Mocht je vragen hebben dadelijk over de Murloc Paladin, stel die vooral via de chat. Dan kan ik ze stellen. Maar laten we beginnen met de core. Want waaruit bestaat de Murloc Paladin? De Murloc Paladin bestaat uit 5 Murlocs. De 2 Bluegill Warriors, 2 Murloc War Leaders en 1 Old Murkai. Mm-hmm. Je hebt de board clear met de Equality combo met Wapowerman's en Consecration. Mm-hmm. En 2 Doomsayers, kan je ook de board mee clearen. Je hebt 5 Cadre Mechanics, de 1 Acolyte of Pain, 2 Solemn Vigils, 2 Lay on Hands. En dan heb je nog de heal met Anti-Killbot en Lay on Hands. Oké, okay, je zegt we hebben 5 Murlocs. Waarom deze 5 Murlocs specifiek? Als je de Anything Can Happen speelt. Kun je even laten zien voor mensen die misschien niet helemaal kennen. Anything Can Happen zegt 7 Murlocs that died this game. Ja, maar je summon natuurlijk maar 5 als er nog maar 5 dood zijn gegaan. Ja precies, als je Murlocs wil tot leven wil roepen, dan wil je wel dat deze het zijn. Ja, er zijn in principe de sterkste Murlocs en de meeste value Murlocs. Mm-hmm. Dus als je de tweede speelt, dan heb je liever deze 3 in plaats van andere Murlocs die niet in de deck zitten. Precies, want die Warleader die bufft ze en die Bluegill en de Old Murkai, de Legendary die je krijgt. Als je alle andere Murlocs hebt, die kunnen natuurlijk gelijk aanvallen. Die hebben charge. Ja. En dat is natuurlijk wel mooi dat je gewoon een 10 mana kaart opgooit en gelijk schade kan doen. Waarom wil je zoveel removal hebben in dit deck? Dit deck wint door zijn burst met de Anything Can Happen. Mm-hmm. Dus in de early en de mid game wil je, ja, je wilt naar de link ingaan, dus je wilt elke keer de board clearen, zodat je niet aan het begin al dood gaat. Ja, het is een combo deck, dus je wil zorgen dat je een bepaalde situatie bereikt waarbij je kan winnen. En tot die tijd moet je eigenlijk gewoon overleven en wil je het board blijven clearen. Inderdaad. Vat ik het zo goed samen?
Perfect. Oh, yes. Alright. Je had een aantal video's gemaakt waarbij een aantal van deze dingen die je beschreef, bijvoorbeeld de removal dingen, zoals met een pyromancer. Misschien goed om daar even naar te gaan kijken. Hier heb je een video van de equality combo. Je kan de equality combo natuurlijk met de pyromancer en de consecration. Je kan er soms tussen kiezen. De white pyromancer en de equality. Ja, maar soms kan je kiezen tussen de of je speelt pyromancer of de consecration. Mm-hmm. Ik bewaar meestal de consecration omdat dat in zichzelf ook nog damage is. Ja. Ja, precies, en dan kan je gewoon een minion opgooien en dan kan je gaan. Dus in principe is een pyromancer plus equality is een board clear voor 4 mana. Het is een hard removal. Oh, I am sorry. Het begint al goed. Je moet altijd DM'en. Ja. Dit is de 6 mana, of de 6 mana clear inderdaad. Ja. Equality consecrate. Ook handig, dus je hebt eigenlijk gewoon meerdere opties om het hele bord te clearen zodra je ook een pyromancer erin gooit. En jij bewaart dan nog de consecration voor later. En hebben we nog andere video's van andere removal? Om een beetje te kijken hoe de deck natuurlijk in zijn werk gaat. Ja, hier heb je een filmpje met de Doomsayer. Mm-hmm. En de Doomsayer kan je dan ook nog comboen met de Silent Vigil. En als de Doomsayer blijft leven, dan cleart hij het bord. Ja, en hier neem ik wel een beetje een risico. Ik zou natuurlijk nog met mijn wapen de 3-1 kunnen killen. Mm-hmm. Maar als je er zeker van bent dat hij geen buff heeft of een andere damage kaart. Ja, als hij nu een Abusive Sergeant heeft, dan kan hij mogelijk wel je Doomsayer clearen. Maar dan heb je wel die schade opgevangen natuurlijk. Dat diminish ik gewoon meer dan 7 damage. Ja. Alright, nou daar gaat hij. De Solemn Vigil, dan gaan de 5 poppetjes dood en dan... En hier kom ik met Solemn Vigil, want... Hoe per minion dat doodgaat tijdens jouw beurt, dat kost de Sound Video 1 mana minder. Dus nu kost die 0 mana. Gewoon gratis even niks. En in de Dream krijg je nog een tweede Sound Video. En hier heb je. Dream. Je moet natuurlijk wel eerst tellen hoeveel kaarten je hebt. Dat is heel erg belangrijk bij de Merlock Paladin. Want op turn 8 wil je ook vaak je Leon Hand spelen. Maar ja, als je al 7 kaarten in je hand hebt, en je draait er 3. En met je Leon Hands, dan doe je natuurlijk een heal voor 8 en dan mag je 3 kaarten trekken. Ja. Dus een fijne kaart die je natuurlijk ook gewoon op minions kan gebruiken. Als je zelf helemaal full health bent. Nou, in één keer het hele bord vol. En dat is natuurlijk ook alweer het voordeel. Doomsayer, board clear. Je trekt kaarten met je Solemn Vigil en je kan gelijk spelen. Maar we zijn er ook nog echt dingetjes die mensen soms verkeerd doen bij dit combo deck. Heb je nog tips van, hey, let even hierop, want dit is voor beginners, mensen die net beginnen met dit deck, echt een instinker? Ze kunnen de Murloc zeg maar ook in zichzelf comboen, gewoon wanneer ze speelt. Mm-hmm. Daar heb ik hier ook een video van. Zeg maar op turn 5, als je al de Bluegill en de Warleader hebt, dan kan je ze comboen. Je hebt best wel veel mensen die hem al gewoon uitspelen op turn 2, 3 of 4. Mm-hmm. Terwijl dat je het beide al in je hand hebt. Ja, maar ik zou denken, ik speel gewoon die Bluegill op 2, ik val aan als hij doodgaat. Maakt toch niet uit, want ik wil juist dat hij doodgaat. Ja. Zodat ik hem weer kan oproepen. Ja, maar je kan beter wachten dan. Mensen denken, ja. In dit filmpje kan je zien, ja, nu heb ik 10 mana. Ik zou nog andere opties kunnen hebben. Mm-hmm. Maar laten we zeggen, als dit 5 mana was, dan krijg ik hier gewoon veel te veel value uit. Want je kan nu, als je met die Warleader, kan je gewoon de Yeti samen met je dude kan je clearen. Ja, en de Murloc Paladin klinkt wel bijna elke turn op Reinforce. Okay. Dus je gebruikt je Hero Power gewoon heel erg veel, omdat je toch heel vaak mana over hebt. Ja. Alright. Okay, eens even kijken. Of er nog vragen zijn in de chat. Waar gaat deze stream over? Deze stream gaat over combo decks. En we zijn bezig met de Murloc Paladin. We hebben net een beetje de core bekeken. En we gaan zo naar de tech cards. En alright. Eens even kijken. Oh, en Theo vraagt
of je iets minder in beeld komt. Want je zit dit weekend de hele tijd al met hem op de party. Dus dan ziet hij je al genoeg. Alright, de core, de techkaarten die je bij de core doet. Want ik zie je hebt 27 kaarten. Ja. Dus dat betekent dat je hebt hier nog 3 plekken over. Dus niet al te veel speelruimte. Nee, maar nou wel handig. Want dit zijn volgens jou dan de opties die je erin zou kunnen gooien. Ja. Zouden we ze één voor één kunnen aflopen en dat je mij dan vertelt waarom wel of waarom niet? Ja, dit is Humility. Het is een 1 mana spel. Ja, het verandert een minions attack naar 1. Dus als iemand een 7 mana Dr. Boom speelt, 7-7, kan je met 1 mana een 1-7 maken. Ja, dus als je veel control tegenkomt, dan is dit een goede kaart. Ja, dat is een erg goede kaart. Tegen grote minions, maar ook in de midgame. Alright. Redemption. Ja, je ziet hem principe nooit. Nee, waarom zou je in hemelsnaam Redemption in je deck stoppen? Maar je kan Redemption, je kan het comboen met de Murlocs, zodat je meer Murlocs krijgt. En dan krijg je dus ook meer damage uit je eerste anything can happen. Ja, dat is op zich helemaal geen verkeerde gedachte. Mr. for Battle. Mr. for Battle heeft gewoon te veel value. Het is een supersterke 3 mana kaart. Waardoor je de aggro kan contesten. Oké, meer aggro card. Nou, Acolyte of Pain, ja. Ja, meer card draw. Acolyte of Pain, meer card draw, spreekt voor zich. Een Keyboard of Alderman. Het is een 3-4 mana drop. Ja. Je kan je 1-1 een 3-3 maken. Of je kan van een grotere enemy mee een 3-3 maken. Je hebt je tweede Sludge Belcher. Het is goed tegen aggro matchups. En dan heb je nog de Dr. Boom. Waarom zou je Dr. Boom niet in je deck stoppen? Er is geen reden voor. Dus eigenlijk gaat hij er gewoon standaard in. Ja. En komt hij erbij en heb jij nog maar 2 plekjes over. Nou, dan gaan we gewoon een potje spelen tegen een kijker. Dus wil je spelen tegen Fireflame, wil je tegen de Murloc Paladin spelen? Welk deck is een goede counter tegen de Murloc Paladin? Freeze Mage. Freeze Mage, oké. Freeze Mage, Druid. Dat zijn de 2 sterkste. En ook nog Oyorok. Nou, dan weet je in ieder geval wat je moet spelen als je aan de beurt komt. Dus knal die battle tag in de chat. Dan kunnen we je gaan toevoegen. Oké, dus dit deck is eigenlijk alleen slecht tegen... vooral slecht tegen Oyorok, Druid en Freeze Mage. Ja, zijn de 3 allerslechtste matches. En de rest speel je allemaal weg. Was dat ook de reden dat Amnesiac hem daarom mee had genomen naar de Amerikaanse kampioenschappen? Of? Amnesiac had hem vooral meegenomen omdat het control heel goed is tegen control decks. Want Murloc Paladin heeft of juist super goede matchups of juist super slecht. En daar zijn de winnaars altijd 80 tegen 20 of juist 20 tegen 80. Ja, dus een goed deck om mensen echt een keuze te laten maken. Want of je wil het echt bannen of je moet er tegen spelen. Oké, ik heb hier een gamer tag, dat is Irag. Alright, nou dan gaan we tegen hem spelen. Irag, we komen eraan. En ondertussen kan jij al je vragen stellen over Hearthstone via de chat. En dan kunnen we het Fireflame lastiger maken. Want ja, hij moet natuurlijk hard nadenken, zich focussen op de game. Wil die winnen? en ik ben heel benieuwd of je een Druid of een Freeze Mage tegen je krijgt. Laten we het hopen. Laten we het hopen. En dan ook nog winnen. Kijk, ik zie een Mage. Ja. Alright. In principe is Murloc Paladin gewoon echt super slecht tegen Mage. Het is ook slecht tegen Tempo Mage. De Mulligan. Ja. Je gaat ervan uit dat je tegen een Freeze Mage of tegen een Tempo Mage moet spelen. Waarom? Ja, een Teak Healbot eruit. Omdat je natuurlijk healen hoeft in het begin niet. Ja, de Mulligans voor Murloc Paladin. In principe hou je altijd je Wild Permanence en je Equality. Want dan heb je al gewoon je combo of een van de combo pieces. En tegen een Mage, je Mulligan gewoon voor een Tempo Mage. Zodat je de early minions kan killen. Oké. Dus je Mulligan voor Blue Gale, voor Doomsayer. Voor je Murloc Wire Leader. Je hebt op zich best wel een mooie, met de coin erbij, best wel een mooie start. Best wel een mooie start, ja. Maar de Wild Permanence waai natuurlijk voor je combo. Ja, nou misschien hebben we Irag geforceerd om eens even daar die Freeze Mage tevoorschijn te gaan halen. En Theo vraagt zich af waarom je niet tegen hem durft. Nou ja, weet je, het is ook wel eens af en toe leuk, Theo, als er gewoon andere mensen mee kunnen spelen. En
En je hoeft niet altijd proberen te winnen. Die competitieve drive, dat is helemaal niet nodig bij een pro. Of juist wel natuurlijk. Oké, we weten nu natuurlijk helemaal niks. Ja, we weten eigenlijk helemaal niks, omdat elke match een Mad Scientist speelt. Behalve over een maand, want dan is in het standard format, dan kan je niet meer spelen. Format. Wat doen we nu? We hebben nu hier twee keuzes. Of we coinen de Murloc War Leader, of we coinen de Acolyte of Pain. Ja, je moet nog natuurlijk kijken wat voor secret het zou kunnen zijn. Mm-hmm. Als de Mirror Entity is, wil ik hem niet echt een Acolyte of Pain geven. Maar als ik hem een Murloc geef, dan heb ik meer Murlocs bij mijn eerste Anything Can Happen. Dus ik zou nu gewoon mijn Acolyte kunnen spelen. Maar mijn Murloc War Leader contest natuurlijk de 2-2. Dus ja, de keuze is aan jou. Ik invloed hem niet. Even kijken. In-game geluiden mag wel aan, wordt er gezegd inderdaad. Alright. Nou, dan gaan we dat even doen. En dan komt dat er even lekker in. Alright. Top via de chat gecommuniceerd. Nou, dat is heel te gek. Dan wordt het wachten op Irach. Ik hoop niet dat hij in je kaart aan het kijken is. Want we streamen natuurlijk niet met... een stream sniper. Het zou een stream sniper kunnen zijn. Maar over het algemeen is mijn ervaring dat mensen het redelijk goed en aardig spelen. Een Frostbolt. Het zegt nog steeds niks. Het zegt nog steeds niks. Het zou nog steeds een... Dit is een simpele bird. Ja. Wat zou een Freeze Mage op beurt 4 kunnen spelen? Ik ben zelf niet een Freeze Mage player. Maar hij zou kaart kunnen drawen met Arcane Intellect. Arcane Intellect inderdaad. De middenweg tussen muziek 0 en 100%. Alright. Even kijken. Mocht je een vraag hebben over... Ik zeg dat het Freeze Mage is. Mocht je een vraag hebben over Hearthstone, over Murloc Paladin, dan kun je die gerust stellen. We hebben ook een extra video opgenomen over hoe je je voorbereidt op een toernooi. En die vind je later terug op ons YouTube kanaal. En dat is via IGNmasterclass.nl. Daar kan je ook alle andere masterclasses vinden. Waaronder die met Theo. En dat ging voornamelijk over Control Dex. En terwijl hier een Mad Scientist naar het aflegstapeltje wordt gestuurd. Ja. Het zou nog steeds Temple Mage kunnen zijn. Temple Mage spelen ook erg geen intellects. Is dat ook iets wat jij doet tijdens een toernooi? Als mensen nog niet weten wat voor deck je speelt, om zo lang mogelijk mensen te laten twijfelen wat voor deck het is? Gebruik je dat wel eens om mensen te misleiden? Je speelt natuurlijk gewoon de best mogelijke optie. Mm-hmm. Maar van binnen heb je wel die kijk daarna. Hij weet nog niet dat ik dit deck speel, dus ik wil het nog niet aan hem vrijgeven. Alright, wat gaan we doen? Maar dit zou nog een Mirror Entity kunnen zijn. Mm-hmm. Het is geen Mirror Entity. Het is waarschijnlijk een Shield en Ice Block. Oh, een Eterial Alchemist. Ja, ja. Dit wordt een interessant. Het is een interessant deck. Ja. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat er nu voor kaart gaat komen. Ja, het is Flame Strike. Het is een soort van tempo Secret Mage. Ze kunnen het altijd leuk om een hele compleet andere deck te zien. Maar ik heb nu wel heel erg het gevoel dat we bij een Freeze Mage aangekomen zijn. Een Freeze Mage met Eterial Arcanist. Oké, dit deck heb ik nog nooit gezien. Wat gaan we doen? Gaan we nou iets spelen? Of sla je dan eigenlijk gewoon de beurt over omdat je weet dat je toch niks kan doen? In principe sla je hem normaal altijd over. Want je wilt toch naar de late game gaan. We gaan daar voor vengeance. Mount up! Kregen uit de Unstable Portal.
Ik denk dat hij daar wel een misplay heeft gedaan met de Unstable Portal en dat hij daar beter een andere kaart uit had kunnen halen. We gaan voor de Murlocs? Ja, we gaan voor de Murlocs. Want de Bloodmage Thanos die we killen omdat hij een spell damage plus 1 spell damage heeft. Je valt natuurlijk eerst aan met de Old Murka omdat hij de buff krijgt per Murloc. Ja. En door. Eens even kijken. Ja, laat vooral weten of je dit weekend ook naar de Dutch Comic Con komt. Naar de Fireside Gathering. Want daar ben ik ook aanwezig. En daar gaan we ook een IGN Masterclass doen. Maar nu word je heel even door Alexstrasza op 15 gezet. En ik denk dat we daar wel mooi weg mee kunnen komen. Humility Chip plus een Antique Healbot. Is dat een of Nee, dan speel ik liever mijn Elder Priestkeeper en Antique Healbot. Oké. Okay. Want ik heb daar nu nog de mana voor. Ja, en dan heb je een betere board present. Ja, en dan pressure ik ook de board. Een Golden Paladin. Heb je al World of Warcraft gespeeld om Liandrin vrij te spelen? Nee, ik heb eigenlijk nog nooit World of Warcraft gespeeld. Dit is een goede reden, hè? Want dan heb je nog een extra hero en je hebt toch al een Golden Uther. Maar ik hou van de Uther. Oh. Eens even kijken, Flamestriker erachteraan. Wat heeft hij nog, naast natuurlijk de enorme burst combo, om het jou echt lastig te maken? Want ik bedoel, Alexstrasza heeft hij gespeeld. Die... Ja, dat is juist wat het lastig maakt, die enorme burst combo. Want Murloc Paladin is slecht tegen de Druid, Freeze Mage en Oirog. Mm-hmm. En het zijn alle drie decks die in één beurt heel veel damage kunnen doen met hun combo's. We kunnen wel gewoon de True Silver Champion equippen voor een volgende main. Nou, want een Freeze Mage speelt over het algemeen geen weapon removal zoals een Harrison Jones. Nee. Of een Swamp Ooze. Heb je vragen, dan kan je ze natuurlijk gewoon stellen, alle vragen. En Flyer Flam die prefereert inderdaad Uther over Lady Liandrin. Ja, welke conclusies je daar aan wilt trekken, dat laat ik natuurlijk inderdaad allemaal aan mensen zelf over. Nee, de manier dat Lady Liandrin? Nee, de Lady Liandrin. Liandrin? Dat is, De manier dat hij een recruit spant is wel erg mooi. Absoluut. Even kijken. Nu zit ik in best wel een probleem, want ik heb geen equality. Moeten we dan de Murlocs nu al oproepen? Ik zou de Murlocs op kunnen roepen, maar ik zou ook nog de Wild Pyromancer en Consecration kunnen gebruiken. Maar dan kan ik mijn equality niet meer. Maar je bent gefreezed, hè? Dus je kan niet met je weapon aanvallen. Wat erg belangrijk is bij een Murloc Paladin is dat je telt hoeveel Murlocs je hebt gespeeld. We hebben een Old Murkai, één Bluegill en een War. Is dat zo? Van alles weet je één. Het zeker? Ik weet van alles één. Dat weet van ik alles zeker. Één? Oké. Okay. Ik vertrouw op je. Ik heb gelogen. Oh nee. En dat was even spannender dan ik had verwacht. Maar het voordeel is nu dat deze twee dood zijn. En als je de volgende keer gooit... Ja, dan krijg ik ze weer terug en dan zelf twee kopies van. Ja, en dat zijn twee charge minions, dus wordt een mooie burst. Maar is het zo dat nu ook als je dadelijk dan die burst hebt, dus de tweede keer, jemig, interessant deck. De tweede keer dat je het gooit, dat je dan dan zeker de finisher moet hebben en hem af moet maken met de tweede keer dat je de combo doet? Ja, als je hem niet met de tweede killt, dan zou je op zich kunnen zeggen dat je al hebt verloren. Okay. Want in het deck zelf heb je niet meer echt burst damage of genoeg damage om er doorheen te komen door zijn minions. Ja. Is dit het moment dat we met de war, dat we de shredders killen en dan het board gaan clearen? Het lijkt er wel op. Ja, boom in anything can happen. Boom past in alles. Boom past boom zelfs past in Zulog. Zelf in Facehunter. Wauw, dit is interessant. Dat lijkt wel. Ben je niet bang voor zijn burst? Schade? Nee, ik ben erg bang voor zijn burst omdat ik nu een Leon Hands kan spelen. Mm-hmm. En het is meer een minion heavy Freeze Mage. Ik heb nu 6 kaarten in hand, dus ik trek aan 9. Mm-hmm.
Dus kan ik gewoon reinforce spelen en dan overdraw ik ook nog niet. Exciting, wat komt eruit? Een goede play, die Puddle Stomper. Maar Millhouse de Mana Storm was beter geweest op dit moment. Ja, dit is nog steeds above average. Wat zijn nou echt problemen waar je vaak tegenaan loopt met een Murloc Paladin? Is het dat je... Het probleem is dat je maar 5 Murlocs hebt. Mm-hmm. En af en toe zitten de Murlocs op het einde. Ja. Dus dan moet je echt... Of ja, dan kan je bij het begin niet echt al te veel. Als je twee Anivins hebt. Hoeveel zit je trouwens met kaarten op dit moment? Want zou je de Fatigue War, zou je die winnen van een Freeze Mage? De Fatigue War... Nou, is dit een Freeze Mage? Ja, ik geen idee. Is het een... Ja, de Fatigue War win ik tegen een Freeze Mage niet. Nee. Ik neem aan dat je nu je Leon Hands wel moet. Ja, ik moet het wel gebruiken. Maar de Emperor wil ik... Ja, wil ik ook dood hebben. Dus moet ik ook weer mijn face erin gaan. Is het dan het moment dat je nu Humility speelt? Of? Ja, ik kan de Humility gebruiken zodat ik minder damage take. Maar ik gebruik... Oh, eerst kijken hoeveel kaarten ik heb. 7 kaarten. En draw 3. Dan kom ik op 10 kaarten. Dus eigenlijk niet meer zo heel veel... Wat je anders Humility op gaat gebruiken, of? Nee, niet al te veel, maar hij heeft beide Legendaries gespeeld. En dat zijn ook de enige grote minions die hij heeft. Het wordt tijd voor druk. Het zit nog maar op 12 hard. Het zou anything and can happen moeten zijn met een healbot. Dat is nog wat je moet hebben. Als hij doodgaat, dan hebben we. Nee, dan heb je nog anything can happen voor de schade. Dan brokken we hem. En als hij nou dadelijk fatigue heeft, dan heeft hij natuurlijk helemaal niks aan zijn ijsblok. Dus, volgens mij zijn we de laatste twee kaarten anything's. Nee, je hebt er één anything gespeeld. Oh, ik heb één gespeeld, ja. Een anything en een heel wat, ja. Oh, en heeft hij lethal Pyroblast. En wat is de volgende? Niks. Ik hoop echt voor je dat je nu een healbot trekt. Maar het is anything. Ik kan hem nog trekken met Solemn Vigil. Overdraw je dan niet? Nee, ik heb nog maar één kaart. Ja, ik ja je krijgt wel. Één schade. Ik fatigue wel. Ja. Ja, dat wordt heel spannend. Ja, ik krijg één fatigue. Ga naar 1. Ah. Heal mezelf naar 9. Ik hoop dat ik het goed heb. Hè. Ik hoop dat het de healbot is. Maar misschien hebben we er al 2 gehad. En dit is inderdaad een friendly match. Nee! Bloggel. We lost! Oh, sorry. Dan hadden we er wel al 2 gespeeld. En hadden we niet genoeg heals. En dan heeft... ja, Ayrag heeft gewonnen, maar hij wist ook dat hij een Freeze Mage moest spelen tegen de Murloc Paladin. Want dat is nou eenmaal een moeilijke matchup. En dat vertelde hij ook al vooraf. En ja, logisch dat je verliest. Je had 20% kans om te winnen. Ja, 20% kans. Die had je niet, ja, niet heel veel misplaced geweest volgens mij. Nou, dat was de Murloc Paladin. En wij gaan ons klaarmaken voor het volgende deck.